verkiezingen jeugdparlement vandaag gehouden. André Loor overleden. En Guyanezen protesteren tegen negatieve rating op internationale corruptielijst. Jeugdigen moeten in een vroeg stadium betrokken worden in het proces van democratisering. De reden hiervan is dat ze samen met de regering moeten kunnen discussiëren over het jeugdbeleid. Minister Ismanto Adna van Sport en Jeugdzaken, die vandaag een bezoek bracht aan het stembureau van de EPJ Meijer Lyceum, ziet graag dat jongeren de plek krijgen die zij verdienen. Hij verwacht dat de kandidaten primair gekozen worden. Omdat zij in feite degene zijn die het aanvoelen. Het jeugdbeleid moet goed uitgevoerd worden en zij zijn onze aanspreekpunt. En zij moeten erop toezien dat het jeugdbeleid op de juiste wijze wordt uitgevoerd. We zijn al vier, dit is de vierde verkiezing. En het is een proces van tussen kader, capaciteit van de jeugd en hetgene wat ze willen doen. Dus ik denk dat we eerder moeten gaan werken aan de capaciteit van de jeugd eerst, alvorens de ladder hoog op te zetten voor ze. Maar belangrijk is dat zij zelf aangeven waar ze naartoe willen. De rol is duidelijk van het jeugdparlement. De rol is dat ze toetsend het jeugdbeleid moeten gaan toetsen voor op de uitvoering. Toch? Of de regeerders in staat zijn of bereid zijn en in de juiste wijze het jeugdbeleid uitvoeren. En van daaruit moeten ze hun uitspraak doen daarover. Landelijk mochten ongeveer 122.000 jongeren naar de stembus om voor hun favoriete kandidaat te kiezen. Suren Harren is kandidaat in Paramaribo en wil zich inzetten voor beter onderwijs. Heb je nummer 4? 44. Ja, dan stem je op nummer 44. Heb je al 9 mensen? Heb je al het horen? Ja, je hebt Ruud. Je hebt hem, nummer 38, je hebt nummer 49, vlak naast 38. 19, vlak onder 19 heb je 20. Schuin daaronder heb je 32. Niet ver, vlak hierboven heb je 18. 6 mensen. Oké, okay, hoeveel moet je nog hebben? 9 mensen 6 is? 3 toch? Oké. Okay. En dan mag je 3 hier kiezen. Ze zijn allemaal van Action Youth. Als u kijkt op het gebied van onderwijs en sport en recreatie, het is een heel groot probleem in Suriname. En de Surinaamse jeugd ondervindt last daarvan. En dat zijn eigenlijk de 2 hoofdpunten waarvoor ik mee wil hard maken als ik in het jeugdparlement ben gekomen. Omdat je het ziet, dan zijn er boeken, maar dan heb je problemen met boeken. Dan hebben ze geen sport en recreatie. Dan hebben ze geen sportveld of zo. Dus die dingen. Ga je stemmen? Nee. Waarom niet? Naar mijn eigen vergeten. Hier zou worden gestemd. Een stembureau was dan. Ik heb gestemd op Van Kalle natuurlijk. Waarom? Hij heeft zichzelf goed verkocht. En ik denk, of ik heb vertrouwen in hem dat hij wel kan doen wat hij gezegd heeft. Wat heeft hij gezegd? Een van de dingen die ik heb onthouden is dat hij niet belooft. Dat heeft hij sowieso gezegd. En dat hij zijn best doet om te doen wat we van hem vragen. Nou, natuurlijk een goede zaak. Dat de jeugd een forum heeft waar ze zich kunnen uiten en die kunnen plaatsen. En natuurlijk in de hoop dat hij daadwerkelijk ook verder kan richting de regering. Minister Adna meldt verder dat de focus was op een goede opkomst van de kiesgerechtigden. Hij is daarom blij met de manier waarop de voorbereidingen zijn gegaan. Er waren geen showstoppers. Iedereen, in feite hebben we aan niks aan het toeval overgelaten. We hebben awareness gedaan, promotion, heel zwaar gepromoot, naar mijn inzien. Manpower hebben we niet bespaard. Ik denk dat logistieke zaken hebben we ook niet bespaard. Autotransport, botentransport, zelfs vliegtuigentransport hebben we niet in feite bespaard. Dus ik denk wel dat het en de werking van onze organisatiecommissie gesteld is, een persconferentie en organisatiecommissie en kiescommissie. We hebben samen de evaluatie gedaan voor een goede verkiezing. En er zijn tot nog toe geen enkele showstoppers in feite geïdentificeerd. Het organiseren van de jeugdparlementsverkiezing heeft de overheid 3,3 miljoen Surinaamse dollar gekost. De uitslag zal na 72 uren worden bekendgemaakt. De oudste historicus van Suriname, André Loor, is vandaag overleden. Hij voelde zich onwel en werd opgenomen in het ziekenhuis.
Met zijn gezondheid ging het een aantal jaren niet zo goed. Onlangs bracht hij het boek André Loor vertelt uit. Dit is er 2 keer toe gedrukt en hij signeerde ook zijn herhaalde druk. Het eerste exemplaar is overhandigd aan minister Suwarto Mustagia van Binnenlandse Zaken. Loor is hoofdonderwijzer geweest en afgestudeerd als historicus aan de Vrije Universiteit in Nederland. Niet zo lang geleden vertelde Loor aan het SGVS Journaal dat veel personen de studie om historicus te worden niet voortzetten. Een deel stopt bij het behalen van het MOA of MOB diploma, geschiedenis aan het Instituut voor de Opleiding van Leraren, het IOL. Loor geeft mee dat een historicus nooit volleerd is. Het aantal geschoolde historici was tot 2007 slechts 5. Suriname telt nu 10 historici. In 2012 is er een bronzen kopstuk van André Loor onthuld en die staat bij het Nationaal Archief Suriname, wat een der blijken van waardering is gedurende zijn leven. Het uit de uitzending halen van het jeugdjournaal gisteren heeft voor veel commotie gezorgd in de samenleving. Het lid van de SCVS management team dat belast is met de dagelijkse leiding, Shirley Lakin, geeft aan wat er mis is gegaan. Iets kan fout zijn gegaan, maar ik weet bij God dat er geen opdracht is gegeven door mij en er is ook geen opdracht gegeven door meerdere, zeg maar, vanuit de regering of de raad of de vice-president. Er is vandaar ook geen opdracht gekomen. Dus ik voelde me niet vervelend. Ik dacht, het enige wat ik moet doen, ik moet gaan onderzoeken waar het fout gegaan is. En ik heb toen ook nog de verantwoordelijke laten komen van de afdeling programmering. En ik zeg van, vertel, waarom is die uitzending uit de eten gehaald? En toen heeft die aangegeven, mevrouw Lakin, ik heb er naar gekeken. En zijns inziens was het een beetje opruiend. En toen heeft hij gewoon volgens de statuten gehandeld. Maar ik heb toen ook tegen hem gezegd van, nou, maar eigenlijk had je mij eerst op de hoogte moeten stellen ervan. En ik alleen kan dat besluit nemen van de uitzending halen. Weet je, en dat soort dingen. Maar dat is gebeurd, dat is een foutje. Nee. En we moeten zo groot zijn om het te corrigeren. Het voorval had dus niets te maken met 8 december en geen enkele regeringsfunctionaris had daartoe opdracht gegeven. In tegenstelling tot enkele jaren geleden, waarbij een aflevering van Suriname Vandaag in opdracht van de toenmalige regering werd stopgezet. Inmiddels is volgens zeggen van Lakin overleg geweest met de makers van het programma en zijn de relaties niet al zodanig verstoord. Het jeugdjournaal zal, als het van de SGVS afhangt, onverkort via dit station worden uitgezonden. Een 18-jarig meisje, Walanta Michaud, is 2 keer aangereden in het district Rémiré-Montjoly in Frans-Guyana. De eerste autobestuurder is bij het meisje gebleven. Hij was niet onder invloed van alcohol en reed ook niet hard. Michaud probeerde op te staan na de eerste aanrijding toen de tweede auto haar aanreed. Dit alles gebeurde toen het meisje onderweg was om de bus te pakken om naar school te gaan. De weg is vandaag afgesloten omdat de buurtbewoners eisen dat er een zebrapad wordt geplaatst, zodat het oversteken makkelijker gaat. Dit meldt het SCVS-redactielid Melissa Benjamin, die momenteel in Frans-Guyana is, in verband met een training en het geplande bezoek van de Franse president François Hollande aan het overzeese deelgebied. Verder maakt ze melding van een sluiting van de pompstations. De service stations in Cayenne, Martinique, Guadeloupe en La Réunion zijn vandaag gesloten. Dit omdat er weer belasting wordt gegeven op olie, met als gevolg dat pomphouders geen winst overhouden. De olieproducenten willen de prijs van olie verhogen, waardoor de prijs aan de pomp ook verhoogd wordt. Ook willen de producenten dat de pomphouders overstappen naar automatische pompen, waardoor er geen personeel meer nodig is. 7 maanden geleden heeft de Franse regering de winstmarge verhoogd en nu willen zij de prijs voor de consument verlagen, waardoor de winstmarge nog minder wordt voor de pomphouders. Morgen gaan de pompstations weer open. In verband met het 65-jarig bestaan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is gisteren daarover gediscussieerd. 4 inleiders zijn ingegaan op onderwerpen betreffende de rechten van de mens.
Malka Heide Gul Mohamed, medisch, cultureel antropoloog, en Rahana Hasnu, econoom, hebben gesproken over het recht op gelijkwaardigheid. Roy Bikari, die consultant is, richtte zich op recht op waardig werk. En Klein Wijs, jurist, is ingegaan op het recht op vrije meningsuiting. Irma Lumban Tobing Klein, die sociaal jurist is, heeft de geschiedenis van de mensenrechten gepresenteerd. Dus wat wij beogen met deze avond is in de eerste plaats om op een rijtje te laten zetten vanwaar we verschillende mensen aan het woord hebben gelaten om ons te vertellen welke zijn die rechten, wat kunnen we ermee bereiken en voor zover we niet voldoende op de hoogte zijn daarvan dat er, en dat is vanavond eigenlijk de rode draad, dat aan mensenrechten educatie wordt gedaan, omdat dat, en dat is niet door ons uitgevonden, door mensen op topniveau, onze Nelson Mandela, die er niet meer is, die zegt ook mensenrechten educatie is een sleutel tot ontwikkeling. Deze activiteit is georganiseerd door de stichting Universal Peace Federation Suriname in samenwerking met de United Nations Association Suriname, de stichting Digisma Platform en de stichting Gemeenschapscentrum voor de Vrouw. Vandaag is het de Internationale Dag van de Mensenrechten. Het Surinaamse Centrum voor Educatie en Training, SUZET, heeft een nieuw curriculum voor het onderwijs helpen ontwikkelen gedurende het afgelopen jaar. Dit zegt Marco Kramp, de directeur van SUZET. Want ons eerste doel is natuurlijk het leestaalprobleem op de scholen. Want je weet, de meeste van onze kinderen zijn meertalig. En Nederlands is niet de eerste taal. Waardoor wij de afgelopen 30 jaar ons specifiek daarop ontwikkeld hebben, gespecialiseerd hebben. Van wat doen we met die kinderen die met niet-Nederlands binnenkomen dan wel een andere taal. En het afgelopen jaar en het jaar daarvoor hebben we ons goed vooral ruimte gekregen, dat vinden we heel belangrijk, dat we kunnen hebben helpen ontwikkelen het nieuwe curriculum. Dat we zeggen dat de expertise die we de afgelopen 30 jaar hebben opgedaan, we goed konden doorgeven aan een grote gemeenschap vanuit het ministerie. We hebben ons dus highly gefocust op het taalleesprobleem en we hebben persoonlijk erop toegezien met name dat het stukje van taalverwerven en taalbeheersen ook is opgenomen. Er is gefocust op het taal- en leesprobleem dat voortvloeit uit het feit dat de meeste kinderen meerdere talen spreken. Nederlands is vaak niet de moedertaal van de kinderen. SUZET werkt met kinderen, ouders en leerkrachten, de zogenaamde driehoeksverhouding. Ouders krijgen opvoedingsondersteunende trainingen van SUZET. De leerkracht geeft van SUZET de problemen in de praktijk aan en samen worden er oplossingen gezocht. Verder heeft SUZET erop toegezien dat taalwerving, taalbeheersing en de woordenschatontwikkeling is opgenomen en meertaligheid heeft een plek gehad. Het doel van SUZET is te helpen bij het minimaliseren van de taal- en leesproblemen. De jongerenorganisatie JPU's Revi toont belangstelling voor dorpen in het Matawai-gebied. In commissaris Kondre kregen de bewoners diverse tuingereedschap. In de avonduren kwamen de tuingereedschappen aan in commissaris Kondre, beter bekend als Asawai. Rashida van Aaron, lid van de jongerenorganisatie JPU's Revi, zegt dat er maanden van tevoren gevraagd is naar het materiaal. En eindelijk kunnen we het overhandigen aan de dorpsgemeenschap. We kunnen niet ieder jaar tevreden stellen, maar we maken moeite en ja, bepaalde fasen wel. We blijven niet op één plaats, je hoort het al onze naam, Jepoes Evi. Dus we beginnen eerst bij onszelf en daarna gaan we verder. Ja, Biggie. De bewoners zijn tevreden met de spullen. Ze kregen diverse tuingereedschappen als houwers en schoppen. Ook kruiwagens, een buitenboordmotor, een brushcutter en een kettingzaag waren bij de schenking. Black French Paul, Basha van het dorp, hopen de jongeren in nog meer zullen voorzien. Ja, we vinden het heel belangrijk. Want dan, je voelt dat we nog verwacht, zoals ik heb. Dat we bedoelen slecht. Maar ik vind het een gevaarlijk idee. En we gaan morgen en weer, dank je dat krachtig toe, dat ik de woord zo door.
dat Wansani met de kon we takmakandra, om safou effecten uit mekaar motorboom. Dus we vinden belangrijk, want boem zeer belangrijk dit idee. Deze spullen komen allemaal uit sponsoring. De personen in dit gebied krijgen de benodigdheden om hun gebied tot ontwikkeling te brengen op agrarisch vlak. De groep Abtijd heeft gisteren een DVD over pesten overhandigd aan de minister van Sport en Jeugdzaken, Ismanto Atna. De DVD is gemaakt door de leerlingen van de openbare school Lobato te Beekhuizen, samen met de leden van de groep Abtijd en het Surinaamse Centrum voor Educatie en Training, SUSET. Roberto Banel van Abtijd geeft aan hoe de samenwerking met de school is geweest. Er is 2 dagen aan de DVD gewerkt. Ten eerste wisten wij niet welk lied we in elkaar moesten zetten. Het was allemaal het idee van die kinderen dat ze het over pesten wilden hebben. Dus in naderhand gekeken bleek dat een deel van ze natuurlijk ook gepest worden op school. Dus het was natuurlijk een taak voor mij als tekstschrijver op dat moment om ze te helpen om te arrangeren. We zijn begonnen met een refrein, een couplet en een bridge en natuurlijk ook een rapstukje erbij. En voor de rest heeft dat tijd gezorgd, de hele beat, dat we dit binnen 1 dag hebben gedaan in de studio. Margo Kramp, de directeur van SUSET, geeft de inbreng van SUSET aan. De school is tegenover een politieke partij, namelijk de PL. En de PL heeft deze school geadopteerd. Dat wil zeggen dat ze de school ondersteunen in het schoolgebeuren. En ik heb stagiaires elk jaar. En ze hebben me gevraagd van wil je met de stagiaires niet iets doen voor deze school. Heb ik gezegd oké, elk jaar zijn we bezig met een project, een naschoolsproject in de vakantie. Dus daar kan ik een vakantieproject met hun draaien als de stagiaires willen. Want niet als ze hebben ook weinig vrije tijd, dus ze plannen hun vakantie ook. Maar moet niet ook, zij niet alleen komen opdagen, die stagiaires van SUSET. Ze hebben een serie andere stagiaires ook meegenomen. En het was een prachtige samenwerking tussen Surinaamse stagiaires, Belgische stagiaires en Nederlandse stagiaires. Die het programma alles helemaal zelf in elkaar hebben gezet en aan de gang geweest zijn. Ik had meer een sturende taak. Wat ik wel heb gedaan in deze, is niet alleen dat er aan de sociale vaardigheden van de kinderen gewerkt werd, maar dat ik, omdat ik merkte hoe lekker het ging en ik pas geconfronteerd was met een resultaat over pesten, dat er niet mooi uitzag, heb gezegd misschien is dit het moment om ook hier aan iets te doen. De minister van Sport en Jeugdzaken sprak de aanwezigen en vooral de kinderen ook toe. Laten we werken aan het vraagstuk van pesten, het vraagstuk van tienermoeders, het vraagstuk van drop-outs. Ik wil het nog geen probleem noemen, want als het probleem is, dan is het achteraf, is het regressief, dan is het makkelijker aan te pakken. Veel lastiger, omdat het gevecht wordt tegen zichzelf. Een drop-out die al in contact is gekomen met de justitie, en om zo iemand weer in het gareel te helpen, is veel lastiger. Terwijl wanneer je het in het voortraject doet, preventief en beschermend, is het uitdagend omdat de doelgroep veel groter is, maar je kan het met alle plezier doen. Het is een wisselwerking tussen u en de jeugd en de kinderen, en het is plezierig voor beide groepen. Kramp gaf aan dat 80% van de pesters zich richt op de leerkracht. 40 personen die de afgelopen periode de opleiding Documentaire Informatievoorzieningen 1, DIC 1, hebben gevolgd, mochten vandaag hun certificaat en diploma in ontvangst nemen. Het doel van deze opleiding was om medewerkers van de afdeling Documentaire Informatievoorzieningen de nodige tools bij te brengen ter verbetering van het uitvoeren van hun taken. De eenjarige opleiding heeft als doel de archieffunctie binnen de overheid te verbeteren en is gericht op de documentaire informatievoorziening binnen de overheid. Volgens Audrey Koenders is het archiveren in Suriname vooral bij de overheidsdiensten nog niet wat het wezen moet en hierin zou er verandering moeten komen. Ook is het behoud en beheer van het cultureel erfgoed aan de orde geweest tijdens deze opleiding.
De opleidingscoördinatoren Audrey Koenders en Sangeeta Hardwarsin gaan in op deze opleiding. De DIF 1 staat voor de documentaire informatieverzorging de opleiding, een eenjarige opleiding. En het is bestemd om de mensen die bij de overheid werken, de afdeling DIF, om die mensen eigenlijk de tools toe te reiken om hun werk op een adequate manier te doen. Als we het woord horen DIF, waaraan moeten we denken? Aan de informatiesector, informatievoorziening. Dus het gaat erom om eigenlijk ordening in het archiefwezen, om het zo te zeggen. Nou, heel belangrijk voor mij, vooral op het gebied van behoud van ons cultuurerfgoed. Wij mensen, of wij medewerkers die in erfgoedinstellingen werken, zijn meestal niet echt bewust wat het belang is van het conserveren van ons cultureel erfgoed. En daarbij ben ik heel blij dat ik kennis heb mogen bijbrengen aan de medewerkers die werkzaam zijn bij de cultuurerfgoedinstellingen, zodat ze ook weten wat het belang is en hoe je de preventieve conserveringstechnieken kan toepassen om het een cultuurerfgoed te behouden voor het nageslacht. Enkele van de cursisten geven hun ervaring tijdens deze eenjarige opleiding. Voor hen was het een voorrecht om hieraan deel te nemen. Er wat ze zeggen, het is niet zo, gaat niet zo'n druk programma zijn. Maar achteraf bekeken is het een zware cursus geweest, waarbij we dus van 8 tot 2 op de opleiding zaten. En ik moet achteraf zeggen dat ik geen spijt van heb dat ik de opleiding heb gedaan, omdat wij als Nationale Stichting Industrie Migratie een bezig zijn om museum op te zetten en deze cursus kwam heel goed van te pas. In het begin dacht ik van het gaat een moeilijke opleiding zijn, weet je, want die vakken waren nieuw. Maar naarmate de tijd verstreek, dan kon ik hem wel bijhouden. Deze opleiding is gegeven onder auspiciën van het Nationaal Archief Suriname. In oktober 2014 zal er een start gemaakt worden met de vertaling van het Oude Testament in het Okaans en Saramakaans. Gisteren was er een vergadering over het Saramakaanse en Okaanse Oude Testament, vertaalproject. Paul Dot, directeur van het Surinaamse Bijbelgenootschap, gaat hierop in. Een aantal jaren geleden hebben we het Nieuwe Testament vertaald in het Okaans en in het Saramakaans. En we hebben gemerkt dat daar behoorlijk gebruik van gemaakt wordt. En we zien ook dat er in het binnenland op verschillende plekken, zowel in het Saramakaans als in het Okaans gebied, dingen gebeuren. Wat betreft dus met de Bijbel enzovoort. We hebben dus gemeend van, kijk, om de mensen niet alleen maar het Nieuwe Testament te geven, maar ook het Oude Testament. Zodoende heeft men dan de complete Bijbel, het Oude en het Nieuwe Testament. En de vergadering die we hier hebben is eigenlijk met de voorgangers, om met hun te bespreken hoe wij dit gaan aanpakken. Dus we gaan uitleg geven over hoe er vertaald gaat worden en de achtergronden ervan. En we gaan praten ook, er zitten ook vertalers in de zaal, de mensen die ons gaan helpen met de vertaling. En wat we nu doen is eigenlijk een start maken ermee door met de kerken te praten en met de vertalers te praten. En zodat wij dus in oktober volgend jaar van start kunnen gaan met de vertaling. De Bijbel wordt vertaald in verschillende talen van Suriname, omdat de mensen door het lezen van hun eigen taal een betere ervaring met God kunnen hebben. Een groot gedeelte van de bevolkingsgroepen heeft reeds een Nieuwe Testament in hun eigen taal. De Hindu, Javaans, Sranantongo, Okaans en Saramakaans. Het vertalen van het Oude Testament in het Sranantongo is in de afrondende fase. Nu wordt er gewerkt aan de vertaling van het Oude Testament in de overige talen. Er is al een start gemaakt met het vertalen van het Oude Testament in het Javaans en dit moet binnen 2 jaren af zijn. Het doel van het Surinaamse Bijbelgenootschap is volgens Paul Dot Jr. om de Bijbel toegankelijker te maken voor de personen in het land. De regering heeft besloten om met ingang van vandaag tot en met 15 december 2013 uit te roepen tot nationale rouwperiode. En dat in verband met het heengaan van de wereldleider Nelson Mandela. Aan de samenleving wordt gevraagd om deze periode gepaste eerbetoon in acht te nemen. Dat is over mijn bijdrage aan het journaal. Ik wens u verder een fijne avond toe. Goedenavond.